Welkom bij deze vierde aflevering van Kunst in de Stad. In deze uitzending kun je kijken naar het verhaal van de mannetjes op de Krom. Dat wordt verteld door Kees van Wijngaarden. Ook een interview met Maarten Struijs. Dat is de architect die betrokken is geweest bij het ontwerp van de Beneluxlijn, waar aan het eind natuurlijk de walvisstaarten staan. We hebben reacties van bewoners. Wat vinden de mensen hier van de kunst in Spijkenisse? En niet te vergeten, aan het eind de prijsvraag. Bij de beeldengroep De Mannetjes op de Krom, een kunstwerk dat gemaakt is door Bert Kiewiet. Kunt u wat over deze kunstenaar vertellen? Ja, het is een nog levende kunstenaar. Het is op dit moment een hele broze man met wit haar en hij werkt ook niet meer. Hij is daar denk ik toch te zwak voor. Vorig jaar hebben mijn vrouw en ik hem nog bezocht. Ik ben eigenlijk op Bert Kiewiet gekomen toen wij in een Drents plaatje, ik ben even de naam kwijt, maar daar stond een erg leuk beeldje. En wat ons beiden aansprak. En dan ga je naar het gemeentehuis en dan vraag je wie heeft dat gemaakt en waar woont die man enzovoort. Nou, dat is allemaal gelukt en zo zijn we toen met die kunstenaar in contact gekomen. En gezegd wat wij graag wilden, een beeldengroep van Mannetjes op de Krom. Waarom Mannetjes op de Krom? In het vroegere Spijkenisse stonden deze mannetjes die vaak gepensioneerd waren en in de landbouw hadden gewerkt bij boeren, want Spijkenis was een boerendurpie. En die stonden dan hier hun sterke verhalen te vertellen. De ene al niet opgewekter of vrolijker en overdrevener dan de ander. En daar was eigenlijk geen afbeelding van, nog in foto's of wat ook. Ik heb toen heel veel moeite moeten doen om een foto te vinden waaruit bleek dat die mannen ook daadwerkelijk op Krom stonden. En nog bij de oude Spijkenissers is het dispuut van moeten ze nu daar, stonden ze nou daar, daar stonden ze ook vaak, of stonden ze nou hier. Ik vond het ook wezenlijk van geen belang. Nou, en we zijn toen met die kunstenaar, vooral met zijn vrouw, want die deed eigenlijk de zaak. En die man heeft honderden beelden gemaakt, figuratief. Maar die zijn hoofdzakelijk in het noorden gebleven, omdat hij daar een grote bekendheid heeft. En is er een ontwerp gekomen van die man, naar aanleiding van toch een krantenfoto die ik uit 1976 nog te pak heb gekregen. En toen heeft hij wat schetsen gemaakt en ook een model. En daar konden we toen mee aan de slag. Dit beeld was natuurlijk een stuk duurder dan de dorpsomroeper. A zijn te 3 en B waren we een stuk verder in de tijd. Dit is, toen we ermee begonnen, toen was het in 1992 de gedachte. En toen was Jan de Baan, die was nog bestuurslid. En toen we het concretiseerden, toen werd Jan de Baan, die kreeg een hartinfarct. En is daar helaas ook aan overleden later. En toen hebben we gewoon een jaar stilgelegen. Toen hebben we niks gedaan. En toen is het toch weer gaan kriebelen. En toen moesten we dus een geld hebben. Want in mijn hoofd gezegd kostte deze beeldengroep toen 75.000 gulden. Of iets meer, maar in die koers. Je moet toestemming hebben van de gemeente. Want dat is ook niet eenvoudig om een plaats te vinden die zij goed vinden. Nou ja, hier op deze plek, dat was dan wel goed. En het grappige is dat mijn vrouw tegen mij zei, Kees, je bent stapelgek om daar een beeld neer te zetten. Want als ze uitgaan in Spijkenisse in het weekend, dan blijft er van die beeldengroep niks over. Ja, ik was dan toch eigenwijs en dan zei ik, als mensen het mooi vinden, dan doen ze er niks mee. Dan beschadigen ze dat beeld niet. Nou, en met die gedachte is dit beeld toch hier gekomen. Dat heeft best wel veel moeite gekost, want ik dacht, elke rechtgeaarde Spijkenisser, die heeft er wel een tientje voor over. Maar als ik ergens in teleurgesteld ben, dan is het zijn het de Spijkenissers die daar geen geld voor over hebben. Dat is jammer, want dan moet het toch elders vandaan komen. En dat is gelukkig gelukt. Ja, alle projecten die wij in de loop van 20 jaar hebben gedaan, en dan praten we over oude guldens ongeveer 750.000 gulden. Daar hebben we denk ik maximaal 25.000
gulden subsidie van de gemeente Spijkenisse gekregen. En ja, dat is wel eens jammer. Aan de andere kant is het ook zo dat die stichting dan niet telkens zijn hand ophoudt. En ja, vind ik zelf dat we zijn maar een klein ploegje. We zijn 3 mensen. Ik ben misschien dan de karttrekker, maar mijn vrouw achter de schermen doet heel veel werk. En Jan Bakker, een lokale kunstenaar, is de penningmeester. En die 3 mensen moeten telkens die inspanning leveren om iets gerealiseerd te krijgen. En dat is wel eens teleurstellend. Dat geeft ook wel plezier als er weer iets staat. Maar dit beeld, daar zijn we toen ook begonnen met het maken van miniatuurtjes. En die miniatuurtjes verkochten we dan. En uiteraard maakten we daar winst op. En die opbrengst van die beeldjes, die werd uiteraard ook gestopt in dat bedrag. Zoals ik al eerder zei, wij geven niet eerder opdracht aan de kunstenaar dan wanneer we 60-70% van het benodigde bedrag in kas hebben, of althans aan toezeggingen. Dan geven we opdracht aan de kunstenaar. En dat soort miniatuurtjes, waar worden die dan verkocht? Die werden gewoon aan de bevolking verkocht. Er zijn er echt honderden van verkocht en nu zijn ze uitverkocht en we krijgen nog regelmatig telefoontjes van ja, wij willen zo'n beeldje, maar het vervelende is dat we hebben gezegd we zijn ermee gestopt en dan ben je net Heintje Davids om dan weer opnieuw te gaan beginnen. Bovendien moeten wij minimaal bij zo'n gieterij 100 van die miniatuurtjes kopen. Ja. Er zijn ook een aantal bronzen van gemaakt, ongeveer op 30 centimeter hoog. En daar heeft onder andere de zojuist vertrokken burgemeester van Spijkenisse, Jan Broekhuis, heeft zo'n exemplaar. En ook meneer de vorige burgemeester, Vlegeert, heeft zo'n exemplaar. Maar die hebben het gekregen als geschenk van het bedrijfsleven, die dat beeldje dan bij ons weer hebben gekocht. En wij uiteraard bij de kunstenaar. En daar zat ook een beetje fee in. En dat stoppen we allemaal in die stichting. Het grappige is dus, vind ik zelf van onze stichting, we bieden de beelden of andere objecten altijd als geschenk aan de gemeente Spijkenisse. Dus dit is niet meer ons beeld. Want het is van de gemeente Spijkenisse. Wij hebben het geschonken. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel de initiators van het beeld. En wij hebben ons daar, ik heb zeg wel eens, ik moet bloed, zweet en tranen kosten elke creatie. Want ja, het geld moet ervan komen. Ja. En dat is wel eens vervelend, want dan sta ik zo langzamerhand bekend als Kees de Bedelaar of Johan Bodegraaf van Spijkenisse. En dat is dus lastig. Maar als ik reëel ben, dan het aantal uren wat ik in die stichting gestopt heb, dat is zo groot dat ik eigenlijk de grootste sponsor ben als ik mezelf een uurloon van 5 euro zou geven. Maar ik doe het met plezier en ik hoop toch nog wel wat te kunnen realiseren voordat ik waarschijnlijk ophoud te bestaan. En dan hebben we wat achtergelaten, denk ik dan. En zit er nog iets in de pen op dit moment, een nieuw project? Ja, we zijn eigenlijk in de afgelopen jaren een beetje teleurgesteld in de gemeente Spijkenisse. Omdat wij een aantal keren een kunstwerk hebben willen aanbieden. Onder andere bij het winkelcentrum De Kopspijker daar in de buurt. Maar het is het probleem, de plek. Waar komt het te staan? En dan ben je met van zoveel factoren afhankelijk van architecten en van stedenbouwkundigen. En men stond nou niet direct te trappelen en dat vonden we wel jammer. Hoewel nu er weer een opening is dat wij, als alles goed gaat, maar ik zeg er nog maar niks over, want het moet eerst toestemming zijn, dan willen we toch nog wel een groot project realiseren in de hart van de stad. Geen figuratieve kunst, maar wat moderner. Wat eigenlijk een soort landmark moet worden in Spijkenisse. En ja, misschien wordt het het laatste project, ik weet het niet. Maar je moet ook een keer ophouden natuurlijk. Wat vindt u van kunst? Kunst. Ja, kunst is heel persoonlijk. Dus wat de een kunst vindt, vindt de ander geen kunst. Wat ik kunst vind, zijn hier onder andere de walvisstaarten die je ziet. En die groene boom die nu bij de Maasdijk neergezet is. Ook die bloem, zeg maar, die langs de Maasboulevard staat. Wat ik dan weer minder kunst vind,
Dat zijn de mannetjes bij de Krom en de dorpsomroeper. Dat vind ik meer kunde. Omdat daar meer, ja, toch het accent meer ligt op techniek, zeg maar. Er zit wel een verhaal achter. Maar dit is meer abstracte, zeg maar, die walvisstaart in de boom. Dus dan kan je veel meer zelf als toeschouwer beschouwen, kan je er meer mee. En vindt u het belangrijk dat er in de gemeente veel kunstwerken staan? Ja, want ik vind dat voor degene die er loopt, zeg maar, dat is een hele uitdaging om daar wat achter te zoeken, zeg maar, een betekenis aan te geven. Het flirt de wijk en de stad op. Maarten Struijs, u bent als architect betrokken bij onder andere het ontwerp van de Beneluxlijn. Maar wie is Maarten Struijs? Maarten Struijs is architect in dienst van het ingenieursbureau gemeente Werken Rotterdam. Zo 26 jaar dit jaar. En eigenlijk iemand die echt wel uit het Rijnmondgebied komt. Geboren in Vlaardingen. Ik heb mijn opleiding gehad in Rotterdam. Zowel aan de HTS als op de Academie van Bouwkunst. En eigenlijk al mijn werk bevindt zich hier in het Rijnmondgebied. En dat strekt zich uit met het hele havengebied tot aan, ja, soms ook nog wel buiten Rotterdam, maar het meeste toch wel in Rotterdam. En dat duurt nu 26 jaar. En in die 26 jaar zijn er natuurlijk veel ontwikkelingen geweest, bij de gemeente Rotterdam ook heel specifiek. Ben ik begonnen met allerlei gebouwen als politiebureaus, scholen, verpleeghuizen. Heeft zich dat in de loop der tijd ontwikkeld naar heel veel ontwerpen voor de infrastructuur van Rotterdam of voor de Rijnmondgebied in dit geval. En dat betekent ook betrokkenheid bij de metro van Rotterdam. De metro is al van begin af aan een project wat gemeentewerken heeft getrokken. En dus zijn we uiteindelijk nu voor de tweede keer met het project in Spijkenisse terechtgekomen. En kunt u wat specifieker op dit project ingaan? Nou, de Beneluxlijn, dat is een projectnaam. Het is namelijk het doortrekken van de Kalandlijn vanaf Marconiplein via Schiedam. Met drie stations in Schiedam. Via Pernis naar het nieuwe station Tussenwater in Hoogvliet. En daarbij komen de Erasmuslijn en de Kalandlijn samen en die rijden dan gezamenlijk door naar Spijkenisse. Dat betekent uiteindelijk dat Spijkenisse nu ook via de andere kant verbonden is met Rotterdam. Uiteindelijk moest er ook nog een uitloopspoor komen, daar zijn twee staarten. Ja. Kunt u uitleggen hoe dat tot stand gekomen is? Nou, kijk, omdat er nu twee lijnen, zowel de Erasmuslijn die al in Spijkenisse kwam, maar nou de Kalandlijn er ook bij kwam, was er te weinig ruimte op het uitloopspoor wat er al stond. Dat was nu 200 meter en twee sporen. En doordat het natuurlijk veel gerangeerd en gewisseld en 's avonds ook opgesteld moet worden, was er behoefte aan een uitloopspoor van 500 meter in vier sporen. En ja, dat is een enorme ingreep. Nou was er wel ruimte, maar ja, dat ging wel ten koste van een aanwezig park. Dus dat is ook niet zo'n makkelijke opgave om dat ook op een goede manier vorm te geven en ook in de communicatie met de omwonenden op een goede manier naar voren te brengen en uit te leggen dat het nodig is en dat je er alles aan doet om het zo mooi mogelijk te maken. Waarom die walvisstaarten? Nou, in de communicatie heb ik op mijn allereerste maquette heb ik het staartspoor neergezet en daar aan het eind een staart. Ik zei de hele maquette bouwen zitten maar aan het eind een staart, want je hebt altijd een soort stootblok nodig om de boel vast te houden. Doe die maar in de vorm van een staart, dan kan ik vertellen, nou, er komt een staart voor, kijk maar, er staat een staart. Nou, bij een tweede bijeenkomst was ik begonnen om dat eindpunt vorm te geven. Maar goed, toen hebben de bewoners ingegrepen. Ze zeiden, ja, de vorige keer had je zo'n leuke staart en die kan je nou wel anders vormgeven. Wat jij leuk vindt als architect, maar wij vinden die staart heel leuk. Nou, toen hebben we ook besloten om ook daadwerkelijk die staart te maken, omdat het uiteindelijk ontwerp uitgemond is in plaats van één breed viaduct in drie viaducten. Met daartussenin licht looppaden die licht doorlatend zijn. Hebben we besloten om aan het eind van deze looppaden twee staarten neer te zetten. En vandaar dat er uiteindelijk twee staarten zijn gekomen. Maar zonder de ingreep van de omwonenden hadden er hier nooit twee staarten gestaan. Ik vind het een van de mooiste kunstwerken die ze in een Spijkenis hebben neergezet. Het meeste is abstract en dit is werkelijk prachtig. Ik vind het echt een van de mooiste dingen die er zijn. Ja, absoluut. En wat vindt u het bijzondere eraan?
de goede manier waarop de vissen zijn gestructureerd. Dus dat het werkelijk lijkt alsof dat de rest in het water zit. En ik vind het heel mooi dat het samen met de metro valt. Zodat je ja, een manier van bewegen krijg je. Ja, ik vind het prachtig. Zijn die staarten realistisch qua formaat? Nee, om het een beetje in schaal met het viaduct te krijgen, want het is toch 500 meter lang, het is 20 meter breed, hebben we de schaal van de staarten, we hebben hem wat vergroot. Dus hij is nu 2 keer zo groot, lineair dan, als de staarten, zoals walvissen die in werkelijkheid hebben. Wat een heleboel mensen hier in de omgeving ook herkennen, dat zijn de windschermen bij het Callandkanaal. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk vrij veel projecten ook gedaan, ook in de haven. Maar een van de alleroudste was het windscherm langs het Callandkanaal. Dat is nu, ik heb het ontworpen in 1983, dus dat is nogal een lange tijd geleden. Dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik met deze schaal van infrastructuur te maken kreeg als architect. En wat uitzonderlijk is, is dat er bestaan geen windschermen van dit formaat, dus de opgave was al uniek. De opgave is heel eenvoudig, de wind tegenhouden voor een gedeelte. En ik heb daar geprobeerd om vanuit mijn manier van architectuurbedrijven het windscherm daar neer te zetten. Ja, en dat is wel een succes gebleken, want het is het werk wat internationaal ook heel veel mensen heeft aangesproken. Wat ook veel gebruikt wordt om iets over architectuur of over architectuur en landschapsarchitectuur of design. Het is namelijk een project wat in vele categorieën van ontwerpen terecht kan. Want je vindt het terug in designboeken, in landschapsarchitectuurboeken, in gewone architectuurboeken. Dus in die zin was het ook wel een uniek project. Als architect moet je natuurlijk niet alleen rekening houden met de functionaliteit, maar ook hoe het in een omgeving staat. Hoe gaat u daarmee om? Nou, dit soort opgaves zijn in die zin complex dat er heel veel deskundigen bij betrokken zijn die het precies weten hoe het moet. En de kunst voor de architect is om, ten eerste moet hij al die deskundigen begrijpen. Hè. Dus ik werk in een ingenieursbureau, nou, er werken 3 architecten, maar wel 1000 ingenieurs. Dus je bent omgeven door allerlei disciplines die anders zijn dan de architectuur. Maar het grappige is dat de verschillende disciplines het nooit met elkaar eens zijn. Dus daartussen bestaat een soort gebied waarin ze bijna niet met elkaar kunnen communiceren. En dat is de plek waar je als architect moet gaan zitten. En dan weet je dat als jij door goed te luisteren naar al die anderen iets kan bedenken, waardoor eigenlijk de verbinding tussen al die verschillende eisen tot stand wordt gebracht. En dat is een van de eisen is natuurlijk hoe past het in zijn omgeving en wat vinden omwonenden ervan. Als je daar kan gaan zitten, en dan heb je als architect de ruimte om die dingen te doen waardoor zich eigenlijk iedereen in een soort tevredenheid om zo'n ontwerp zich verzamelt en zich ook in zo'n ontwerp kan herkennen. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus ik ben ervan overtuigd dat toen die staarten hier kwamen, dat de omwonenden het heel erg ook als hun project zijn gaan zien. En dat geldt ook voor een constructeur, moet het ook als zijn project zien. En ik als architect moet het ook als mijn project zien. Maar het is niet alleen van de architect. Ik vind dat zijn altijd vele vaders aan zo'n proces en project. En die moeten allemaal delen in het succes van zo'n project. Het eind van de metro hebben wij 2 walvisstaarten. Wat vindt u daarvan? Ik vind het mooi. Toen het net gebouwd was het heel mooi. Nu is het een beetje aan het verwaarlozen. Ja. Dus hoogste tijd dat er wat onderhoud gedaan wordt. Ja, juist. Er moet heel wat aan gedaan worden. Ja. Iedere week aan het eind van het programma Kunst in de Stad geven wij ze weg 2 keer het boek Beeldend Spijkenissen. Daarvoor hoef je slechts een simpele vraag op te lossen. Waar vind jij dit kunstwerk? Weet jij waar dit kunstwerk staat? Stuur dan je oplossing naar Kunst in de Stad, apenstaartje smartrtv.nl. Dus Kunst in de Stad, apenstaartje smartrtv.nl. Het antwoord van de prijsvraag van vorige week en de winnaars zie je nu in beeld. We wensen ze veel plezier met het boek Beeldend Spijkenissen. Tot zover deze 4e aflevering van Kunst in de Stad. Wilt u deze uitzending nog een keertje terugkijken, dan kan dat op www.smartfm.nl/kunstinde stad. Heeft u reacties over dit programma, dan kunt u die mailen naar kunstindestad@smartfm.nl. Bedankt voor het kijken en we zijn er natuurlijk volgende week weer.